Dat Nederland een waterland is, blijkt meer dan elders uit de grote diversiteit aan offshore-gerelateerde bedrijven die ons land telt. Naar verwachting zal de winning van olie en gas op den duur teruglopen en zal er steeds meer geïnvesteerd worden in schonere alternatieven zoals wind en water. Deze verschuiving is momenteel al zichtbaar. Zo passen veel van de huidige offshore bedrijven de opgedane kennis en ervaring toe in bijvoorbeeld de offshore windindustrie. Nationale en internationale wet en regelgeving schrijven voor dat obstakels die een gevaar vormen voor de scheepvaart of luchtvaart onder alle weersomstandigheden zichtbaar moeten zijn om rampen te voorkomen. Daarom worden hoge obstakels offshore, zoals windmolens en platformen, voorzien van duidelijk zichtbare bebakening. Het technisch bedrijf Orga ontwikkelt en produceert deze velo explosieveilige bebakeningssystemen voor onder andere de offshore olie, gas en windindustrie. Deze bebakeningssystemen bestaan onder andere uit marinelantaarns, misthoorns, obstakelverlichting en helidekverlichting. Ook moet u denken aan radarbeacons en zichtmeters. Deze worden alle aangesloten op een centraal controlepaneel die als dat voorgeschreven wordt door solar gevoede batterijboxen gevoed kunnen worden. Om de luchtvaart en offshore industrieën optimaal te kunnen ondersteunen in operationele veiligheid zijn up-to-date bebakeningssystemen dus van vitaal belang.